Hele goedemiddag. Ja, ik wens jullie alweer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina. En de beestenboel. Zie er maar in. Waar de rest is, ik weet niet. Nee. Ik zie er echt, helaas, echt maar één. Ik heb de deur open. Dus ja, ze kunnen in en uit lopen. En ik zie dus echt, ja, daar ligt er één. Die kleine zwart-witte ligt daarop. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Hier en daar een wolkje erbij. En wij zijn allemaal weer blij. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, dat was ik weer even. Ik ben helemaal vol verbazing. Ja. De helder wordt eventjes heel goed aangepakt qua onkruid. De trottoirs en alles wordt meegenomen. Dat ik hoop dat jullie die meneer daar zien. En anders zoom ik even een stukje in. Zo zien jullie hem wel. Die heeft daar een karretje met een tankkop. Wat die precies doet, weet ik niet. Hij heeft een hele schijf eronder. Dat wordt heel regieus aangepakt. Ook bij mij, ik zal eerst terugzoomen. Ook bij mij, achter mijn schutting, is het al aangepakt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, ze zijn zo druk, ik zal mijn stok even pakken. En die zullen we even gaan opstaan. En dan draai ik hem weer even om. En dan gaan we er even naartoe. Nu zal ik wel even de deur dicht doen vanwege mijn hondje. Zo. Ja, ze zijn daar druk doende. Waar ze precies zijn, weet ik niet. Dat zie je niet door een dichte schutting. Onkruidvrij is mijn stoepje. Ja, het ligt nog troep, moet allemaal weg. Maar het stond, ik weet niet hoe hoog. En ook daar, nou ja, daar kunnen ze niet bij met die auto. Kijk, daar zijn ze bezig. En daar achter die auto. Dus ze nemen echt alles mee. Nou, toppie top. Gewoon geweldig. Ja, ik vind het hartstikke fijn. Ja, en dat moet dus allemaal nog wordt opgeruimd. Ja, dat moet de veger denk ik weer doen. Ik weet het niet. Dus ja, tenminste laten we het hopen dat daar de veger voor komt. En anders zei mijn broer al. Want die doet hetzelfde werk, ik kom niet hier. Maar aan de andere kant van de Asperdijk. En die zei al van, als ze het goed aanpakken, moeten ze een bladblazer bij hun hebben. Ja, ik weet het niet. Nou, tomaten die groeien als kool. Nou moeten nog tomaatjes aankomen. Ik heb wel al bloemetjes gezien, dat gele. Dat zijn bloemetjes. Daar zie ik nog wat. Maar ja, er staat ook weer onkruid in. Maar ja, ik kan er niet bij. En daar staat nog onkruid. Kan ik ook niet bij. En de druivenstruik die doet het perfect. Dus ja, wat wil je nog meer? Ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. Maar ja, er is wel eentje, iemand anders die er wel verstand van heeft. Dus komt allemaal goed. Mag ik hopen. Ja. Mag ik hopen. Nou, die moet ook aangepakt worden. Ze hebben wel al water gehad gisteren. Kijk dan. Ik zie een kleurtje komen. Kijk dan. Hier, oh, ik ga even een schoteltje pakken. Ja, ik ga even een schotel pakken. Dan ga ik ze er even afhalen. En ja, daar heb ik twee handen voor nodig. Dus ik zet jullie eventjes weer uit. Genoeg gesproken weer. Ze zeggen, tot later. Ja, mijn hondje heeft dat nog laten staan.
En voor de rest heeft hij het op. Dat hij is een grote jongen. Of niet dan? Kom eens hier. Hé. Oeh, een poesenbeestje erbij, hè? Nou, gauw nog verder eten? Nee. Nee, zegt hij. Nou, ik heb mijn eten ook voor mijn neus staan. Dat ga ik lekker opeten. Ik heb al gebeden. Ik heb koffie en een wijntje erbij. En straks komt Chrissy erbij. Maar ja, die eet thuis. Dat heb ik op mijn bord. Wat dat voor vlees is, Joost mag het weten. Dat zat in een verrassingspakket die ik van Karin heb gekregen. En van Roderick. Dus ja, ik kan niet weten. Zolang het maar lekker is. Ja, het was al gekruid enzovoort. Dus ja. Dan heb ik er wat knoflooksaus erbij gedaan. En lekker smullen maar. Ja. Dat, ik sluit ook gelijk eventjes voor nu af. Misschien dat ik vanavond als Chrissy er al is. Eventjes de camera er weer bij pakken, maar dat weet ik nog niet. Nee, want we hebben het druk. Ja. We gaan even met de tuin aan de gang. Dus ja, waar ik helpen kan, daar help ik. En waar ik niet helpen kan, daar help ik niet. Nee. Dus ik zeg, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Ja, goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag donderdag. En normaal zou Rebecca komen, maar die heb even afgebeld. Omdat ze niet helemaal in orde is, dat ze komt morgen. Ja, het kan gebeuren met dit gekke weer. Het is nou prachtig mooi weer, alsof het nooit zal gaan regenen of wat dan ook. En we hebben koude dagen gehad en ik zit er zelf nu ook weer zomers bij. Het is heerlijk. Ja, en ik zou zeggen een heel hartelijk welkom hè, weer bij een nieuw gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja. En ondanks het mooie weer, ze zijn allemaal binnen op, ik geloof die klein zwart-witte na. Ik weet niet waar die is. Die zit daar. Weer. Nee? Ja, nou? Ja. Nou, en het is weer... De tuin is weer netjes omgespit gisteravond door Chrissy. Ik ben er niet aan toegekomen om te vloggen. Dus, nu maar even. Alles staat in de groei en in de bloei. En... Ja. Het tuintje doet het goed. Of niet dan? Ja, dat... Die is daar te lui wezen. Hé, kerel. Ja, nou. Ja, en ik was op mijn pc bezig. En ik zal de vlog van gisteren even in elkaar zetten. Nou, dat moet ik ook nog doen. Ja, ja. Maar het komt goed hoor. Ja. En ik zal mijn koffie drinken. Want die staat daar. Dus ja, dan komt het allemaal wel weer goed. Ze zeggen geniet van jullie dag. Met dit mooie weer. Moet je doen met een heerlijke glimlach. Ja, het is zo mooi, heerlijk. Hier hou ik van, hier geniet ik van. Jullie ook? Laat maar horen. Ja, goedenavond lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ja, ik heb vandaag niet veel gevlogd. Nee, ik doe het bij gisteren erop. Want gisteren had ik ook al niet zoveel. Dat komt omdat ik het met andere dingen nu even wat druk heb. Dus mijn excuses daarvoor, maar ja, iedereen heeft zo het zijn, hè. Ja. En prinsesje zit daar ook. En hondje Woefwaf, nou ja, die ligt in de hoek verscholen. Ja, die is een beetje boos op mij, hè? Toch het staartje nog een beetje heen en weer. Ja. Hij wou naar boven toe. Toen ik weg zou, om even wat boodschapjes nog te doen. En dat mocht voor mij niet. Nee, hij hoeft niet naar boven. Nee, heeft hij niks te zoeken. Dat ik het even wat voor hem dus gehaald. Want meneer, die wil ik niet weten. Nee, ik heb wel gezegd, leg die schot er maar bij neer. Maar ik zeker wakker leggen midden in de nacht. Vanwege zijn gerammel in zijn maag. Weer een boutje voor mezelf, ja, ja. En een blikje groente. Die moet even andersom worden. Dat is mijn doppetjes, want dat had ik gisteren gegeten. En ik heb nou snijboontjes met witte bonen. En doe ik lekker een stukje van dit erdoorheen.
korset. En een rookworst gaat er doorheen. En een suppeltje gaat er doorheen. Nou, en dit is allemaal voor meneer daar. Ik zal jullie er wel in doen. Toch? Kan jullie het zien? Ja, ik denk het wel, hè, want ik zit. Ja. Nou, dat is allemaal voor meneer. Dus hij kan weer smikkelen en smullen. Ja, een aantal... Dat ging een beetje raar. Het is maar goed dat jullie dat niet zagen. Nee. En er is een vrouw zoekende. Nou ja, moeten ze zelf maar weten. Maar er ging een auto. Die scheurde eigenlijk hier langs. En die scheurde dat parkeerterrein op alsof er iemand achter hem aan zat. Nou, niet dus. Maar ja, oké. Lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van de dag verder. Of tenminste de avond. Het is nou avond. Hoe laat leven we? Het is 7 uur exact. Op mijn horloge. Maar het is nog prachtig mooi weer. Ik vind het koud. Ik heb me lelijk vergist. Ik heb geen kousen aan. Maar brrr, koude voeten, koude handen. Ja, was niks aan. Maar oké. Maakt ook niet uit. Ik zal ook vanavond even hier de spullen wat gaan opruimen. De cadeautjes die kunnen ook wel eens een keer. Nou, die kunnen opgehangen worden. Die kunnen opgehangen worden. Dat zijn kaarten. Ja, zo. Sorry. Ik zag bijna niks. Kijk, die. Hek van Corrie. Nou, die hadden jullie al gezien. Nou, dan hang ik gewoon even nog een week of twee op. Klaar. Basta. Nou, en dat doosje gaat mee naar boven. Ook klaar. .nl. Ja. Nou, die bloemen die doen het ook goed. Daar dat vaasje op de hoek, dat kan morgen weg. Maar dat doen we morgen weer. Ja, ik zou zeggen voor nu, adieu. Doei doei! Nou, mijn hondje die heeft gesmikkeld en gesmuld van zijn eten. Bijna op. Nou, en zoals jullie al zagen, heb ik mijn bord ook al klaarstaan. En dat ziet er over heerlijk uit, al zeg ik het zelf. En een wijntje erbij en een bakje koffie en mijn bounty ligt er nog. Want daar ben ik nog geen tijd voor gehad, maar dat komt wel. En wie zit er aan de telefoon? Jan van Dam. Ja, ja. En daar hebben we ons prinsesje. En daar heb ik nog wat voor. Kijk eens. Kijk eens, kom dan. O ja, kom dan. Kom dan. Kom dan. Jij weg, nee, is voor Poesie. Kom maar. Kom dan. Dacht ik. Ja. Ja, het lijntje staat er ook bij. Zeker. Ja, ja. Nou, lieve vrienden, ik ga ervan genieten. En ik ga goede tijden, slechte tijden kijken. En ik ga even met Jan verder praten. Te zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, en het is al weer 9:50. Ja. En we leven nog steeds op 28 juni. Ja, ja, en het is 21:42, heeft de pc het. Hondje lief, die ligt daar. Maar madammetje legt op de snuffelmat die ik op de poef heb leggen. En waarom heb ik hem op de poef leggen? Anders gaat diezelfde dame hem onder sproeien. Ja, nou slaapt ze erop. Dat is beter dan onder te sproeien. Ja, en als ik hem dan nodig heb voor meneertje daar, dan pak ik hem wel weer. En waar mijn prinsesje is, weet ik niet. Nou, de vader, oh, ik zie daar het kleed bewegen. Hé! Hey! Hallo daar! Hallo! Ons prinsesje. Hé? Hey meisje. Hallo. Kiek, kiek. Oh, klein hoopje.
Ja, dat lieve vrienden, ik ga er een einde aan breien vandaag. Ja, dan kan ik hem nog erbij bouwen bij dat wat ik daar in die map heb. Dan komt deze er nog bij. En dan ga ik hem in de videopad zetten. En dan kan die werken. Ja, en dan hoop ik dat die tijd klaar is, zodat hij nog naar YouTube kan. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Het is prachtig mooi weer. En ja, wees lief voor elkaar. Maak geen ruzie. Handen in elkaar. Ga met elkaar. Ja. En voor straks welterusten. Een hele goede nacht gewenst. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!